André Hazes Jr. en Roxanne Hazes hebben elkaar na jaren van geen contact weer in de armen gesloten. De twee zagen elkaar niet omdat eerst Rox in kamp mama zat en later juist André het steeds voor zijn moeder opnam. Nu liggen ze allebei in de clinch met Ragel en die gemeenschappelijke vijand heeft ze weer bij elkaar gebracht. Wat vindt Ragel ervan dat haar kinderen weer bij elkaar zijn? Als moeder van Roxanne en André wil ik zeggen dat ik alleen maar blij ben dat zij een goed contact hebben met elkaar, zegt ze afgemeten in de story, het blad van haar goede vriend Guido den aantrekker. Uiteindelijk wil iedere moeder dat. Het lijkt een diplomatiek antwoord, puur voor de pers, want achter de schermen is ragel natuurlijk als de dood dat André zich bij de erfeniszaak van Roxanne voegt. Als het aan Rox ligt komt de muzikale nalatenschap van weilen André Hazes in handen van zijn kinderen en gaan die weg bij Ragel, die een neeperfgenaam is gebleken. Roxanne bevestigt in story dat ze wel even een drempeltje over moest om André weer in de armen te sluiten. Het stak haar vooral dat hij na haar openhartige uitspraken in beste zangers de kant van mama koos. Hoe het nu gaat tussen hen? Rox, er is toch wel het een en ander in de afgelopen jaren gebeurd. Daarom was ik een beetje op mijn hoede. En dat is oké, okay. hij vond het niet erg om zijn best voor me te doen. Inmiddels zijn we weer oké okay samen. Het is heel fijn dat ik mijn broer weer terug heb. Het gaat als vanzelf. André sluit niet uit dat hij Rox gaat bijstaan in de erfeniszaak en kennelijk voelt ze zijn loyaliteit nu. Ik ben heel gelukkig dat André en zijn zoon weer in ons leven zijn, al dus Rox. Ik laat hem nu ook niet meer gaan. Maar we houden ons contact wel privé. Gaan ze samen een plaat opnemen? Het is niet zo dat we samen muziek gaan maken. We hebben inmiddels onze eigen stijl ontwikkeld en dat blijft ook zo. Verder wil ik niet te veel vooruitkijken. We zijn weer broer en zus, zoals het vroeger was. Dat is geweldig.